Dit is echt niks. Maar er ook echt niks van maken. Mijn kind. Ik heb geen zin in het leven nu. Nou wel, of geen corona heb. Oh, ze gaat al naar de toetjes hoor. Oké, wij hadden 1,5 jaar geen contact. Ik zie niks, Faye. Oh, die kat heeft een muis, die kat heeft een muis. Oké. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit nu voor de eerste keer, mijn eerste dag, op het FAVO in Utrecht. En ik vind het verschrikkelijk. What the fuck? Dit is echt niks, maar dan ook echt niks voor mij. Ik had net Nederlands, een lesje. Het is omdat het echt moet. Ik ben nu een schrijfopdracht aan het maken. Ja. Ik vind het gewoon helemaal kut. Ik vind het echt helemaal kut hier. Echt, what the fuck. Maar goed. Elke woensdag moet ik hierheen. En donderdag in de ochtend. Het is ook allemaal heel onduidelijk. Ik zit hier nu alleen. Omdat ik dingen af moest maken omdat ik er 2 weken niet was geweest. Althans, eigenlijk 4 keer. 2 keer op woensdag, 2 keer op donderdag niet. Dus nu moest ik dingen afmaken, maar... Jongens. Kia die is thuis. En wij komen ook net thuis. En we hebben echt een hele gefrustreerde, verdrietige Kia. Ik zweer het. Ze moest vandaag naar de FAVO. En ze vond het echt, echt, maar dan ook echt niet leuk. Maar ook echt niet leuk. Maar dan ook echt niet leuk. Dus eigenlijk verschrikkelijk. Kia. Meid. Vertel, wat vond je daar? Want je zat in het lokaal. Je vond het verschrikkelijk. Ja, ik verveelde me. Het is tijdverspilling. Ik snap niet wat ik er doe. Het is raar daar. Ja, de bedoeling is dat je Nederlands en Engels gaat volgen. Ja, maar ja. Maar? Ik volg het nog liever op mijn oude school gewoon. Ja? Ja. Ach. Ja, ik zit alleen in de pauzes. Ik ga maar naar een plekje toe. Ik ga maar een stukje lopen gewoon. Dus je voelt je niet heel erg thuis nog op die school? Nee, nee. Het zijn andere type mensen ook. Ja, dat ook. Ach, meid. Het is gewoon niet voor mij weggelegd. En het openbaar vervoer was ook niet fijn. Hoe lang ben je onderweg geweest? Ja, 1,5 uur voor naar Utrecht. Waar wij normaal gesproken in een kwartier, 20 minuten tijd? Ja. En dan moet ik ook nog voor de bus dan 2 keer 4,50 betalen heen en terug. En dan moet ik ook nog een keertje met de trein. En dan moet ik een dagkaart kopen voor 57 euro. Ja, en je krijgt het niet vergoed. En ik krijg het niet vergoed. Dus ik ben extra veel geld kwijt voor fucking die school. En daar heb ik het niet voor over. Ah. Nou, we moeten dus gaan stappen gaan ondernemen. Ja. Het is niet de bedoeling dat jij niet naar je zin... Dit trek ik of dat je met, niet. Nee, dat je met tegenzin naar school gaat, dat is niet de bedoeling. Nee, want je had er gewoon zin in om Nederlands en Engels te volgen. Ja, prima. Dat doe ik natuurlijk. Dat doe ik gewoon zonder moeite. Maar als het zo moet, dan kan ik dat niet. Nee, want je hebt wel een tussenjaar. Je gaat heel veel andere leuke dingen doen. En goede dingen en leerzame dingen. Eén zo'n dag in de week, dat trek ik niet. Nee. En ik ben echt niet zo moeilijk, hè. Want ik ga echt wel gewoon 1 dagje naar school. Dat vind ik, zeur ik echt niet over. Want nee. Kijk, veel beter dan de hele week. Maar dit is echt hel gewoon. Oh meid, ik heb het met je te doen. Ja. Nou, weet je, ik ga het eventjes... we gaan alles even in werking zetten. En dan gaan we kijken of we iets kunnen veranderen aan de situatie. Dus wordt vervolgd, ik jongens. Ik mag het hopen. Ja, ik hoop het ook voor je. Mijn kind, dat wil je niet. Als moeder zijnde wil je niet dat je kind ontevreden is. Zucht. Twiggy, wat vind je er nou allemaal van? Hè? Nee. Ik wil het eens even vertellen. Ja. Oh, vind je het leven nog leuk? Oh, nee. Nee. Nou, ik heb even een gesprek met de poes, maar ja, hè? Ze doet een beetje apartig. Ze wil het niet. Wat ik? Gewoon niks zeggen tegen mij, hè? Nee. Niet een kusje. Niet niks. Maar ik wil eigenlijk gewoon je kopje zien. Ja. 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 Geef me een kusje. Ja. Deed die. Krijg ik ook een pootje van jou? Pootje. Pootje? Nee, wil je niet, hè? Mooi pootje. Ja, pootje. Nee, geen pootje. Nee, je moet geen hond, hè. Tik. Poes. Ik vind je
je heel lief. Ik wil heel graag met je knuffelen. Waarom wil je dat nou niet altijd? Hé? Hé, mijn kapotje. Mijn kapotje. Jongens, het is de volgende dag. En ik ben gewoon weer ziek. Het is niet te geloven. Hé jongens. Ik ben hartstikke verkouden. Ik ben hartstikke moe. Ik ben helemaal uitgeput. Ik heb een beetje zeer weer aan mijn keel ook. Ik snap nieuw. Hè? Ik snap het ook niet. Het is echt heel raar. Dus ik heb over een uur ongeveer heb ik een coronatest afspraak. Wat de fuck doe je? Het is niet te ver. Kom eens weg. Je moet eruit. Oké, dus misschien heb ik wel corona terwijl ik eigenlijk gewoon 2 keer gevaccineerd ben. Dus een beetje apartig als dat zo is. Kijk nou eens even een beetje of ik nog zin heb in het leven. Ik heb geen zin in het leven nu. Okay. Ik ben de hele tijd ziek, de hele tijd moe. Dus toch kut. Ik vind het ook raar. Nou, ik ga een test doen. Thomas gaat even mee. Ja. Wat denk je, heb ik corona of niet? Ik denk het niet. Wat is het dan? Gewoon kia. Laag weerstand of zo. Ja. Nou, ik ga wel naar de dokter dan hoor. Test gedaan. Ik mocht alleen niet filmen, maar het ging echt fucking diep in mijn neus. Tot mijn keel. En nu heb ik alleen maar tranen. Ik schrik me gewoon echt heel erg. Bedoel ik dat ik iets zeg nu? Nee. Oké. Ik heb echt kut hoest, gewoon echt kriebelhoest, gewoon irritante hoest. Maar ik ben even aan het werken. En ik heb net dus een mailtje gekregen over mijn testuitslag. Van of ik nou wel of geen corona heb. En ik heb dus geen corona, gewoon negatief. Maar ik vind het wel een beetje raar dat ik gewoon zo moe ben weer en weer ziek. Dus ja, ik weet wel, het heerst wel heel erg, maar zo snel achter elkaar en heel erg moe. Ik vind dat raar, dus ik wil eigenlijk gewoon even naar de huisarts een keer even een afspraak maken. Maar omdat ik dus geen corona heb, kan ik wel gewoon vanavond met mijn dinnetje uit eten. En we gaan ook naar de film. En ik blijf lekker gezellig bij haar slapen. Dus dat vind ik heel leuk en ik heb er echt heel veel zin in. Maar nu moet ik nog eventjes werken. Ik heb mijn koffer. Ik doe altijd mijn koffer als ik erg ga slapen. Jongens, ik ben weer met Felice. Hallo. Hallo. Hoe zijn we? Wij gaan nu lopen naar de tram. Je hoort echt mijn stem echt erg. En dan gaan we naar Utrecht en dan gaan we lekker eten. Wat bedoel je? Wat? Dat je een kutstem hebt. Een kutstem? Wat bedoel je? Ja, ik bedoel dat ik een kutstem heb. Oké. Ik snap het helemaal niet. Ik zat echt te kijken, wat bedoel jij? Ik ga stuk. We zijn in Utrecht. Oh, nieuw, vieze mannen. Doorlopen. Oké, daar. Hij praat tegen ons, Felice. Felice? Hij praat tegen ons. Mooi. Stop, dit vind ik echt niet leuk. Kom, kijk. Even doorlopen. Hij zei letterlijk... Oh, uitchecken! Sorry. Jij moet ook! Nee, ik heb kaartje. Wat zei die nou? Hij zei, jullie zijn te jong. Jong maar mooi. What the fuck? Dat is echt vies. Rare mensen op deze wereld. We hebben een plekje weten te veroveren in Broadway. Het is echt heel leuk. Ja. En wat hebben we het gezellig van? Ja man. Ja, zo man. Leuk. Ja. Vind je niet zo lekker? Ik heb een pit. Heb je de pit? Wacht maar eens. Oké, vertel eens, wat ga je nemen? Wij gaan de creamy brownie ice cream nemen. Oh, ze gaat al naar de toetjes hoor. We moeten nog over bestellen alles. Ja, dat wordt een rumsteak. En jij? Ik ga de spare ribs doen. Sweet. 450 gram.
Dat is veel, hè? Dat is veel, hè? Ja, maar jij gaat met me mee eten. Oké. Nee. Als ik het lust, hè? Ik weet het niet. Ik heb wel een keer spijgers gegeten, maar niet hier. Maar ja, als jij zegt dat het hier lekker is. Het is hier lekker maals en gewoon lekker vlees. Ja, er is zo'n jongen die echt niet weet wat hij hier doet eigenlijk. Hij zit erheen en weer te lopen. En hij kijkt zo. Zo. En hoe deed hij? Hij liep naast naar de zon. Ik denk dat hij ons aardig vindt. Ik denk het ook. What the fuck, we hebben wel lang gewacht en we hebben ziek veel honger. Maar het ziet er echt fucking lekker uit, dat is niet Ja, vreten. Nou, wij zijn uitgegeten en we voelen ons gelijk weer dik. Ja, maar het is wel echt lekker. Het is wel echt lekker en nu gaan we de bil vragen. Bil. Can I have the bil? Can I have the bil, please? En over een kwartier begint onze film en we moeten er nog helemaal naartoe lopen. Nee, 10 minuten. We hebben niet goed gepland. Dus dat wordt rennen. We willen eigenlijk ook nog een toetje, maar dat kan al niet meer. Nee. Zie ik alleen de haast in een wok? Ik ben er ook. Oké, kom. Rennen. Ik raak die het niet aan. Oké. We hebben een leuk weetje voor jullie. Ja. Want, hoe lang geleden? Anderhalf jaar. Wij hadden anderhalf jaar. Wat? Wanneer was het? Weet ik veel, maar wij hadden in ieder geval... Even scherp stellen. Even rustig worden ook. Oh ja, even vertrouwen. Ik wil aan mijn arm. Oké, wij hadden anderhalf jaar geen contact. Nee, echt heel erg. Echt heel erg. Kijk, we zijn echt al iets van 5 jaar vriendinnen of zo. Ja. En toen ging het heel goed, het was hartstikke leuk. En toen kwam er iemand bij. Geen namen noemen. Nee, dat doen we niet aan. En toen... toen kon ik dus niet zoveel contact meer krijgen met Kia. Iemand claimde haar heel erg. Ja, en daar hielden wij niet zo van. Nee. Dus daardoor zijn wij uit elkaar gegroeid door die persoon. Omdat echt heel erg. Diegene haar claimde. En hadden wij geen contact meer. En toen hadden we elkaar. Toen spraken we elkaar gewoon helemaal niet. Het duurde echt een half jaar. Eerst waren we echt bijna elke dag met elkaar en toen opeens niet. Dus we waren beste vrienden. En we misten elkaar ook echt. We misten elkaar. Want op een dag, ik weet niet meer hoe, maar wij zeiden... Ja, toen snapten we elkaar opeens. Of toen iemand kreeg een herinnering en stuurde ik of iemand stuurde die herinnering naar jou toe. Of ja, naar en mij. Toen zeiden we, leuk, we waren echt leuk tijdens. Ja. We moeten eigenlijk een keer weer gewoon weer afspreken. Nou, toen hadden we dat gedaan en toen voelde het eigenlijk weer echt zoals eerst. Ja, aan het begin was het wel een beetje... Omdat we elkaar zo lang niet gesproken hadden, was het best wel raar. Ja, en we wisten natuurlijk niet wat we dachten. Nee. Dus we hebben het gewoon eigenlijk over gehad. En toen was het gewoon weer gelijk goed. De conclusie, we waren het helemaal mee eens met elkaar. En nu zijn we weer besties. Ja. Besties? We zijn best voor besties. BFF's? Nee. Nee? Nee? Oké, prima. Ja, geef niet. Hashtag 001. Ja, zo noemden wij het. Met tas. Hashtag cookies. Ja, we hadden ook een hele rare naam voor elkaar. Maar dan weten jullie dat ook weer. Dat maakt niet uit. Maar mensen vroegen zich ook heel vaak af van... Waar is jullie nog wel contact? Nou, dat is dus de reden. Nou, dat is deze reden. En nu hebben we wel weer heel leuk contact en zien we elkaar eigenlijk elke keer. Want diegene die is er ook niet meer, dus die kan hem ook niet meer claimen. Hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Oké, we hebben snel popcorn gehaald. Weet ik veel? Oké, we moeten naar beneden. Volgens mij is de film al begonnen, maar dat weet ik niet zeker. Jawel, sowieso wel. Ja, hier moeten we naar binnen. Oké, wacht. Trek jij het open? Oké. Nee, nog reclame. Yes. Oh, beter. Ik zie niks, Faye. Waar moet ik zitten? Ik weet het niet. Welke plek heb ik? Ik weet het niet. Rij 7. Ik zie 10 en 11. Ik zie niks, Faye. Ik kan niet vallen. Ik moet echt... Oké, dit is even een gelijke vloer. Good. I just wanted to check you're okay. I had the... Are you sure you're not jet lagged? Feel fine. You don't have to go, you know. Oh, Carl. Come on, Tessa. Let's do this. Jongens, ik moet plassen. Al 98 minuten lang. Oh, nou, we gaan even naar de wc, maar het is klaar. We zijn eigenlijk nu even wazige typjes. Bijna op mijn plaats. Holy shit.
Waar moeten we fucking heen? Oké, Verlies zei dus, iemand zei hooi tegen Verlies of zo. En Verlies ging zei... Iemand zei hooi tegen mij. Die raakte, dus ik zei hooi, toen ging ik helemaal zo. Toen ging ze bijna op de bek. Deze avond gaat, ik ben ook heel druk. Ja. Ik kan niet meer. Ik moet plassen. Wij wachten op de bus. Op de bus. Op de bus. Ja, hij doet nog. Waar zit hij? 12 over 10. Je bent echt een droge kut, hè? Ja, het is 6 over 10. 21:54. We moeten nog 18 minuten wachten. Ja. Er zit een hele tijd een man. Zeg maar die man. Die zit de hele tijd rondjes om deze ogen. Ja, dan zit hij zo, dan doet hij zo. Elke keer. Ja. Ja, ik vind hem een, ik vind hem een beetje eng. Hi! Oké, jongens. Mijn tas is kapot. De tas is kapot. Ik heb het koud. Laat eens zien. Ja. Ja, dat hengsel is afgebroken. Echt handig, man. Oeh, een kat. Oh, die kat heeft een muis. Die kat heeft een muis. Oh, jeetje. Heb je nog nooit een kat met een muis gezien? Oh, ja, maar ik vond het wel... Wil je er even op aflopen? We gaan nu naar huis lopen. The fuck? Er bewoog iets hier in de bosjes en ik weet niet wat. Ja, dat vind ik echt heel. Het zijn eenden, het zijn eenden. Oh, we zijn echt helder op sokken. Wat zeg je? Ken je dat niet? Helder op sokken, en ja. Held op sokken. Ja, maar waarom? Ja, ik ben altijd gewoon, ik vind het nooit zo fijn om op straat te lopen, die rij is fijn. Nee, ik ook niet. Niet alleen in ieder geval. Maar er waren net allemaal mensen in Utrecht, die zijn zo raar en eng. Oh, een fietslamp. Ik dacht, het is een bom. Nee, grapje, grapje. Oké, we gaan hier op de stoep lopen. Oké. Nee, dat was echt heel eng. Oké. Er gebeuren allemaal enge dingen op deze avond. Laten we naar huis rennen, Verlies. Kom! Jongens, we zijn veilig thuis gekomen. Ja, het is ons gelukt. Het is ons gelukt. Oh. Wacht. Hij heeft wel moeite met scherpstellen. Oké, wij hebben een hele leuke avond gehad. Ja. Ja. Nee, het was echt leuk. Ja, we zijn eigenlijk nog niet klaar, maar deze vlog is wel klaar. Dus als je meer wilt zien, moet je weer kijken, wachten tot woensdag. Maar vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Zo, nou ja. Druk op het belletje. Geen één video te vergeten. Te missen. Yeah. Ja. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Later. Doei.